moment dat een dier overlijdt, dan doet het zeer, heb je verdriet, wil je een dier graag een waardige afscheid geven en je wil graag een mooie herinnering hebben. Nou, vroeger had je de metalen urn op de schoorsteenmantel, maar ja, zoals je kan zien, er is zoveel meer. Een begraafkokon voor huisdieren. Urnen en ashangers en dierenverlieskaarten. Ik verkoop dierengrafkistjes, kartonnen dierengrafkistjes. Dit is een asballon. Biologische urnes waar de assen volledig opgenomen worden in de boom. Is het niet een beetje overdreven? Ja, we gaan steeds gekker met z'n allen, dus in dit geval ook. Ja.